Welkom bij mijn avondroutine. Hier laat ik jullie zien wat ik elke avond doe in de maand december. Geniet ervan en kijk gezellig mee. Vaak doe ik het einde van de dag nog wel even wat werk, maar als ik daarmee klaar ben, kan mijn avond echt gaan beginnen. Ik ruim mijn laptop netjes in mijn tas, anders ben ik hem waarschijnlijk gewoon zo weer kwijt. En ik zet mijn tas netjes aan de kant, zodat ik niet erover kan vallen. Dan is het tijd om even alles donker te maken in mijn kamer, zodat er geen mensen naar binnen kunnen kijken. En dan gaan we alle lampjes aanzetten. Natuurlijk ook de kerstboom. Hoe meer zweepverlichting in de maand december, hoe beter natuurlijk. Daarna ga ik me echt even lekker omkleden. Dit keer koos ik voor mijn lekkere warme onesie van de Primark. Als ik lekker omgekleed ben, ga ik naar beneden en kies ik vaak nog even wel voor een kopje koffie. Maar ik had het hier best wel heel erg warm, dus ik koos voor een lekker glas koude ijsthee. Ik ga even lekker op de bank zitten na een lange schooldag en ik geniet even lekker van mijn glas ijsthee. Vaak ga ik ook nog even social media af. In dit geval ging ik even lekker rondneuzen op Pinterest en daarna even een leuke post plaatsen op Instagram. Dat Vlogmas er bijna, maar dan ook echt bijna aankomt. Daarna gingen we eten en we gingen dit keer lekker gemakkelijk hapjes eten. Niet al te gezond, maar het mag best wel een keer ongezond, toch? En dit was echt niet allemaal alleen voor mij. Ik heb netjes gedeeld. Na het eten ging ik weer naar boven. En hier zet ik even het lichtsnoer aan, zodat ik iets meer licht had in mijn kamer. Maar die zwerflichten zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. Oeh, iets te fel deze lamp. Zo, dat is beter. Ik ging hier nog eventjes lekker wat YouTube video's kijken. Even lekker chill. Laat hieronder in de reacties achter wat jouw favoriete video's zijn om in de maand december te kijken. Ik hou ontzettend veel van de Vlogmas video's, dus natuurlijk de vlogs. Daarna ging ik even genieten van een lekkere warme douche. Ik kreeg het toch wel weer koud en aangezien het nu toch voelt als winter, was er niks beters dan deze lekkere warme douche. Ik heb mijn haar een beetje goed gedaan, ondanks ik ga slapen. En toen was het tijd om de kleine make-up restjes van mijn gezicht nog af te halen, zodat ik lekker schoon en fris naar bed kan. Ik draag niet veel make-up, maar er komt toch nog wel wat van af. Daarna was het toch echt tijd om te gaan slapen, dus ik sluit mijn laptop af. Alle lampjes uit
Ik doe deze lampjes gewoon weer aan, zodat ik toch nog iets kan zien. Ik doe ook het grote lichtsnoer uit. En ik haal alle kussens van mijn bed. Het is soms wel eens een klus, maar als ik het helemaal heb opgemaakt, ziet het er veel beter uit dan dat ik dat niet doe. Daarna geniet ik in bed nog even van een aantal YouTube-video's. En kom ik eventjes tot rust en denk ik nou wat ik deze leuke dag heb meegemaakt. In dit geval koos ik ook nog even voor een kleine Netflix-serie. En ja, ik keek voor de tweede keer het seizoen van Gossip Girl. Het blijft leuk. Dan laat ik nog even mijn mobiel op, want ik kan natuurlijk nog op dat niet met een lege mobiel zitten. En dan is het tijd om te slapen. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!